Zo, terwijl de Italiaanse liedjes te horen worden gebracht, Vino, Mamma Leone, zullen we hier Jan Taar met een Duitse wijn, denk ik. Ja, ja, van Kloosterkrouw, de man die 18 staat. Ja, klopt. Ja. Hoeveelste wijnfeest is het al in de hal? Nou, we zijn een beetje de tel kwijt. We dachten dat dit de 10e keer was, maar door de corona zijn we 1 of 2 keer hebben we niet gedaan. Ja. Volgend jaar, dit is de 9e keer, gaan we maar vanuit. Volgend jaar wordt ons jubileum, dat is het eerste jaar. Ja. En dat is uitgerekend op mijn verjaardag natuurlijk. Nou, dat hebben we speciaal gedaan eigenlijk daarvoor. Ja? En hoe oud ben je nog geworden? 64, ik denk 42. Oh, dank u. Wat staat er allemaal? Hier zijn weer drie wijnboeren staan er. Achter je is Kloosterkrouw, die komt uit Worms. Ja. Maar die woont hier net over de grens, heeft hij ook zijn wijngoed. Daar is wijngoed Paul, die komt uit de Vals. En daarachter staat Axel van Amstelhof, die komt ook uit Kneuringen. Dat is in de buurt van Landau. Een beetje weg, hè? Ja, 500 kilometer. En die komen allemaal hier voor dit weekend? Die zijn gisteren gekomen en die slapen hier ook bij de lokale bed and breakfast. En die blijven hier tot maandag. Ja, top. Wat voor plek heeft dit wijngebeuren? Wat bedoel je precies? Qua uitstraling voor Aalten. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Maar Aalten is op zich nog geen wijnplaats. Nee, maar is het wel aan het worden. We hebben het ook gezegd, 10 jaar geleden zeiden ze van, nou, hoe kun je nou beginnen? Hoe heb je nou bedacht een wijnfeest? Ik kwam regelmatig in Duitsland, in Bocholt, en daar hebben ze ook jaarlijks een wijnfeest. En dan dacht ik van, nou, ik zal toch niet de enige zijn die dat leuk vindt. En dat blijkt dus dat heel veel mensen leuk vinden. Want nu, vorig jaar was het gewoon bom en bomvol 3 dagen. Het is nu nog een beetje rustig, het is nog vroeg. We hebben om 8 uur de officiële opening. Daarvoor gaan we even met de sponsoren even wat drinken en bedanken voor het afgelopen jaar. En dan 8 uur gaat het beginnen. Hier die hier presenteren, Kloosterkrouw, ze is in de klooster, geloof ik in de neer van Wetterbroek, geloof ik. Wie steen die hier? Mag ik ze aan Anfang an mit? Ja, nein, nicht am Anfang an. Letztes Jahr wurde ich geworben und war sofort begeistert, weil Anna und Jan das sehr, sehr souverän kommuniziert haben. Dann durfte ich letztes Jahr das erste Mal dabei sein und war fasziniert, wie toll der Umgang der Menschen untereinander ist, wie die Gastronomie im Umfeld miteinander arbeitet und wie es in der Gesamtheit ein ganz tolles, konzertiertes Fest ist. Das ist ganz locker gemacht hier. Ja, es ist ein Traum. Da könnte man sich in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Ja, wie kommt das? Sind Sie was disziplinierter oder wie kommt das? Das ist ein kollegiales Miteinander. Ja, das ist ein Traum. Genau. Ja. Und nothing that is wrong, wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, won't you make yourself at home and stay with me? Don't you ever leave, lay down, Sally, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk? No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sonny, you'll be on the rise. You still got the moon and stars above. Underneath the velvet sky, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave? Lay down, Sally, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk? Lay down, Sally, no need to be so soon. I've been trying all I know just to talk to you. Thank you.
coloring your face so evenly. So don't you go and say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Lay down sad. Bless you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down sad. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lay down sad. Bless you in my arms. Don't you think you want someone to talk? Lay down, Sally. No need to be so soon. I've been trying all night long just to talk to you. I've been trying all night long just to talk to you. I've been trying all night long just to talk to you. Dames, van harte welkom. Kijk even hier ergens een gaatje kunt vinden tussendoor. Ja, dat gaat lukken. Even achter de cameraman naast. Hai, 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 hai. Vonden jullie het een beetje spannend? Ja, wel een beetje eigenlijk, ja, ja. Maar je bent er, hè? En jij? Iedereen zo zien, dat ik wel. Nou, ze kijken allemaal naar jullie natuurlijk, hè? Ja. Maar vond je het leuk? Hoe was het afgelopen jaar? Ja, hartstikke leuk. Ja, heel gezellig. Dus jullie willen het nog wel een keer vaker, denk ik, gewoon, hè? Ja, elk jaar. Over twee jaar of zo. Oké. Okay. Goed, pak een fris. Ja, haast dat? Ja, nee, dat mag oké. Okay. Doe ook even eentje aan die tafel. Dan wordt het. De kurken worden van die fles geknald en die glaasjes worden hier gevuld. We brengen er een aantal rond, maar je mag ook zelf eentje komen halen. Ja, dat is een moeilijk werkje hoor. Je moet die kant op richten. Die kant op. Of niet? Even een beetje schudden. Ja, nee, dan kan wat iedereen afstralen. Pas op voor de cameraman, want die is ook nog jarig vandaag. Oh, kijk, ja, 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 ja. Nog een keer, toch maar. Hey, kijk eens, ik word nog gevangen. Nog een keer, fantastisch. Nou, hierbij is het wijnfeest geopend. Geniet ervan, we hebben fantastische muziek. Gilbert heeft de muziek weer verzorgd voor het hele weekend. En de ene nog mooier dan de andere. We gaan ze niet allemaal voorstellen. Maar Luc en Ramon, van harte gefeliciteerd. Leuk dat jullie er zijn voor vanavond. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I tell the man to turn a few back way down low, and you can tell. We'll be right back.
Your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I tell the man to turn the jukebox way down low, and you can tell. Oh,